Door de elektrificatie van onze vloot zijn er een aantal extra uitdagingen. De elektrische bussen moeten opgeladen worden, dat laadproces duurt enkele uren. En om die reden hebben we dus ingezet op een IT-systeem dat die planning efficiënter kan afhandelen. Een input van de applicatie is bijvoorbeeld de automatische nummerplaatherkenning. Als een bus toekomt, moet die op een specifieke plaats geparkeerd worden. Denk daar bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen waar de bussen achter elkaar worden opgesteld. Dan is het niet mogelijk om de bus zomaar willekeurig te parkeren. Het is heel belangrijk dat de eerste bus in de rij ook het als eerste vertrekt, dus ook dat die als eerste opgeladen is. Ik heb voor de lijn gekozen omdat er binnen de IT-wereld daar heel wat uitdagende projecten zijn. En dat gecombineerd met een uitstekende work-life balance die er is. Je hebt de mogelijkheid om telewerken te doen, de mogelijkheid om thuis te werken. En die twee factoren samen maken voor mij de lijn de ideale werkgever. Binnen de lijn investeren we continu in nieuwe projecten en daardoor zijn we ook op zoek naar diverse IT-profielen.